De Van Beethovenlaan krijgt een herinrichting. De laan is een belangrijke doorgangsweg in Groenoord, maar het intensieve gebruik laat zijn sporen na. Hierdoor is de laan toe aan groot onderhoud. De herinrichting van de Van Beethovenlaan moet gaan zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Zo wordt de laan ingericht als 30 kilometer zone. Er komen veilige oversteekplaatsen en busvriendelijke drempels. Verder wordt het asfalt vervangen door klinkers. De fiets- en wandelpaden worden vernieuwd en er komen meer voorzieningen voor fietsers en voetgangers, zoals extra nietjes om fietsen te parkeren en verlichting langs het voet- en fietspad. Bovengronds wordt groen toegevoegd. Naast nieuwe bomen en beplanting wordt ook werk gemaakt van het park bij de Jozef Aurelio Singel met Park Groenoord. Ondergronds worden leidingen voor water, gas en riool vervangen. De voorlopige planning is dat de werkzaamheden in de eerste helft van 2022 worden opgestart. Dit hangt onder meer af van andere projecten die in het gebied worden uitgevoerd door Stedin en Nevidis. Het project Nieuwe Energie voor Groenoord is een andere factor die van invloed is op de planning.